Wij beleven de Goede Week. Dat is de week die ons wat voorbereidt, eigenlijk inleidt in het hele paasmysterie. En dat is het grootste mysterie waar de christenen van leven. Met Pasen beleven wij hoe hij geleefd heeft. Hij heeft mensen nabij geweest, heeft vergeving geschonken, heeft gesproken over het Rijk van God dat zou komen. En uiteindelijk is hij op een smadelijke manier gedood. Hij heeft geleden, Goede Vrijdag. Hij is gestorven aan het kruis. Maar uiteindelijk, de Vader heeft hem verhoogd. En dat is Pasen. Die diepe overtuiging, dit is niet het laatste woord. Dat is de diepste, vreugdevolle overtuiging van de christen. De vrouwen hebben het ontdekt, de vrouwen hebben het gezien, het graf is leeg. En uiteindelijk, de leerlingen zijn daarvan gaan leven. Emmaüs, hij gaat met ons op weg. Hij is de levende in ons midden. Ze hebben daar tijd voor nodig gehad, maar ze hebben dat gezien als hun diepste zekerheid vanuit het leven en het getuigenis van Jezus. En zo is de kerk ontstaan en is ze gegroeid doorheen de geschiedenis met vallen en opstaan. Maar zo zijn mensen gaan leven vanuit een diepe overtuiging. Jezus is de levende in ons midden. Het kwade dat gebeurd is, is niet het laatste woord. Hij is verrezen, hij is de levende in ons midden. Dat is een geweldige boodschap, dat is de boodschap van Pasen. Ik heb de laatste anderhalf jaar heel veel gemeenschappen bezocht. Je moet weten, ons bisdommetje is Ocharme 50 jaar oud. Niets in vergelijking met de andere bisdommen in ons land. De bisschop van Doornik is de 100ste bisschop. Ik ben Ocharme de 3e bisschop van ons bisdom. Maar ik heb bij die gelegenheid van ons jubileum heel veel gemeenschappen bezocht. In elk dekenaat hebben we telkens die geschiedenis even opgeroepen van het geloof in onze streken. En hebben we gezien dat mensen daar met een zekere fierheid over spreken. Maar het meest ben ik getroffen door wat in die gemeenschappen gebeurt, dat er vandaag getuigen zijn van geloof in de verrijzenis. Ik denk dat het een vertrouwengevend feest is. Dat ons nieuw maakt en dat ons helpt om onze verantwoordelijkheid in de samenleving te beleven met een overtuiging en met een volgehouden kracht. Het paasgebeuren is iets dat in de diepte gebeurt en van waaruit we in de concrete omstandigheden, in de engagementen voor ons gezin, in de engagementen voor ons werk en voor onze omgeving, dat we dat kunnen volhouden vanuit de diepe overtuiging. Het heeft zin. Na 20 eeuwen leven mensen vandaag daarvan. En dat oeroude verlangen God die zich zou tonen in Jezus, dat oeroude verlangen dat gerealiseerd is, mensen leven daar vandaag van. Dat vind ik merkwaardig en dat geeft een diepe zin aan het leven. Ik ben blij dat ik daarvan getuige mag zijn. Ja. Ik heb als wens dat vele mensen die in West-Europa leven, die soms heel sterk vertrouwen op de autonomie van zichzelf, de zelfontplooiing, de zelfontwikkeling, dat zij ook kunnen dat vertrouwen krijgen dat je niet alles uit jezelf alleen moet doen, maar dat je ook gesteund bent, dat er ook een diepere werkelijkheid is en dat het geloof je kan helpen om jezelf te ontplooien, ja zeker, maar dit in het vertrouwen, dat je ook geroepen bent om je leven te ontplooien en niet alleen verplicht bent vanuit jezelf. Er is een geloof dat ons draagt en dat is iets dat ons heel krachtig en vreugdevol maakt. Mijn wens is dat vele mensen die kracht van Pasen mogen beleven als iets dat hen groter maakt, iets dat hen gelukkiger maakt en ook dat hen dienstbaar maakt aan de samenleving.